zoals Charlotte net zei, dank u dat jullie weer al zo grootschalig hier aanwezig waar we zijn vandaag voor de 13e Eureka. En ik ga zo dadelijk over tot natuurlijk de herkenning van onze Wales, de mensen die al 10 jaar onafgebroken loyaal zijn voor zo'n mooi bedrijf als Symphony. Maar het mooie aan het bedrijf is juist jullie zelf. C'est vous qui a fait le choix dans le temps. Ou c'est vous qui va faire aujourd'hui un choix à commencer à travailler pour la plus belle société qui existe, et c'est Symphony. Et messieurs, mesdames, n'oubliez pas qu'à partir de mois mai 2013, chaque bébé qui est né, chaque bébé, commence avec une dette de 181 000 euros. Alors maintenant, c'est à vous, hein. Plus de sexe, vous travaillez plus fort. Mais ça, on ne schatte niet, het is berekend. Door de Nationale Bank van België 181.000 euro schuld per geboren kind. Glenn, sorry dat ik het u niet vroeger heb gezegd voor Mathis, maar ga ik eraan. Dus ik herhaal het, mijn zus voor de alles. Denk twee keer na. Ofwel blijf de seksen, maar nou door er wel harder moeten werken, ofwel moet je dat gewoon niet meer doen. Mensen, Symphony biedt een opportuniteit die je nergens vindt. Wij zijn de grootste tweede werkverschaffer van zelfs heel Europa. Wij zijn een bepaalde fierheid voor. Dat is dankzij jullie, dankzij goede mensen in onze kantoren, dankzij goede leveranciers en dankzij een heel innovatief team dat continu bezig is om te zorgen dat Symphony alleen maar naar boven gaat. Dat Symphony alleen maar evolueert. Et que Symphony fait mieux et mieux et mieux chaque fois. Aujourd'hui, on a annoncé des choses. Et oui, si vous voulez faire un démo live, comme moi je voulais, ça peut aller un petit peu mauvais, c'est juste. Mais quand même, on l'a fait. Le démo existe et le démo fonctionne. Ce n'est pas le seul qu'on va annoncer cette année encore, mais on a besoin de beaucoup plus de gens comme vous qui ont besoin d'un petit peu d'aide financière. Qui ont besoin d'un petit peu d'aide dans le côté social. We hebben mensen nodig die af en toe eens een schouderklopje nodig hebben. In plaats van op het werk gaan we dat niet krijgen en een hoop gezever en een hoop gezeik. Hier beslis je een aantal dingen zelf. Voor alle nieuwe mensen, doe mij één plezier. Als je vragen hebt vanavond, ik twijfel nog een beetje, het zou me verbazen, maar moest het toch nog zijn. Het loopt hier vol met volk dat jullie kan helpen. En een aantal van deze mensen, die houden dat al jaren en jaren en jaren vol en die blijven continu loyaal aan Symphony. En we hebben een titel en wij noemen die mensen walvissen. Le whale, groot beest, onverwoestbaar, behalve als er te veel Japanners in de buurt zijn, dan vermindert dat wel. Maar gelukkig hebben wij er niet veel. En daarom hebben we wel ieder jaar meer en meer mensen die deze titel gerust met volle eer kunnen opstrijken. Mag ik van jullie zo dadelijk een ongelooflijk leuk applaus, een heel warm applaus. En echt uit volle borst voor de volgende nieuwe Wales. Want u mag niet vergeten mensen, u moet daar al MC of hoger voor zijn. Minimum de 10 ans d'activité. Et rester actif, pas uniquement sur l'équipe, mais aussi personnel. Ça veut dire que ce sont des gens pour prendre notre petit chapeau et dire félicitations. Voor de volgende mensen wil ik heel graag een ongelooflijk applaus. Nicky. Alessandro Crombini. Fabian Leijzer, Freddy
Johnny van Maarvelde, Michel van Arota, Peter Rijmakers, Philippe Let, Philippe Hoekloe, Roel Verhoort, Sergei Autuno, Steven Nijs, Vincent Thomas, Vincenzo Sprio, en als laatste Wim van Rakenwel. Mensen, dit samen met ambassadeur is het ultieme doel. Er staat een ongelooflijk feestmaat om zo dadelijk los te barsten. Mij is het eerlijk alleen over om een hele grote dankje te zeggen aan jullie, maar ook een super dankje aan onze ongelooflijke host van vandaag. En ik vind dat we daar ook een heel groot applaus moeten vergeven. Dames en heren, Charles van Bommerik, NRV, geef ze een ongelooflijk applaus. Dat is heel Et moi je pense, honnêtement, que tout le monde ici a besoin d'une petite chanson. Je trouve ça une très bonne idée. Justement, pour être assez chaud, pour rentrer l'autre salle, pour vraiment commencer la fête. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça une très bonne idée, je sais pas ce qu'on va faire, mais Hervé va me donner le temps. Voilà. Si je kan het niet doen, ik ben weg. Fantastisch, lieve schatten. Bedankt, je tot straks. Alors, si vous voulez, tout le monde peut se lever et chanter avec moi. C'est République.